Welkom bij de Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Timon Dias, die u kent van Geen Stijl en wellicht De Therapie. Ja, want dat zijn jouw twee bezigheden. Als je jou googelt, als ik jou opzoek, ben je psycholoog, behalve commentator op de actualiteit vanuit Geen Stijl. Ja, ik doe eigenlijk twee dingen. Dus mijn dag begint om 8 uur meestal. En dan werk ik tot 3 uur voor Geen Stijl. En dan doe ik gewoon mijn redacteurenwerk daar. We bekijken de actualiteiten, we geven commentaar daarop, we geven onze eigen draai eraan. En om 3 uur gaat mijn laptop niet dicht, want ook de therapie gaat via de laptop. Dus van 3 tot 5 zie ik 2 cliënten. Ah ja. Voor mijn therapiepraktijk. Dat klinkt geordend en gedisciplineerd. Ja, nou dat is ook wel, ik moet het goed... Het vergt enige discipline om die twee dingen naast elkaar te doen en te blijven doen. Ja. Het gaat al een tijdje goed. Oh. Gaaf, ja. Nou, waarom ik je heb uitgenodigd, verschillende dingen. Ik bedoel, ik benijd je taalgevoel en de striktheid waarmee je argumenteert. Maar... Ja, ik ben vooral natuurlijk benieuwd naar die intieme therapeutische kant eigenlijk. Mm-hmm. Dus, maar we gaan het wel een beetje combineren. Want ja, het heeft ook vast wel wat met elkaar te maken. Want dat je zo zorgvuldig kunt schrijven en de tijdgeest zich op de staart trapt. Mm-hmm. Als het gaat om Israël of allerlei culturele dingen. Man-vrouw verhoudingen, de Olympische Spelen, wat een man en een vrouw is. Dan loop je echt wel voorop. In de precieze argumentatie, het spotten van mensen, maar altijd wel argumentatief. In al je liberalisme, zou ik bijna zeggen. Maar ja, dat zit dus ergens natuurlijk ook een energie waar je andere mensen mee helpt. Ja. Is dat zo? Ben jij een helper van mensen? Is dat... Nou, misschien is dat niet meteen duidelijk of evident als je zegt, ik schrijf voor Geen Stijl. Dat heeft natuurlijk misschien voor mensen die het niet dagelijks lezen en die de jongens erachter ook niet heel goed kennen, is het primair een polemisch medium. Een medium dat graag ruzie start. Ik snap dat nog steeds de kleur is, hoe Geen Stijl gezien wordt. Ik denk dat al heel lang niet meer echt waar is en al zeker niet elke dag waar is. En ik denk dezelfde precisie waarmee ik mijn therapeutische gesprekken voer, waarmee ik naar mensen kijk en luister. Ik zeg niet dat ik dit waar maak, maar het is wel mijn inzet om met diezelfde precisie en empathie ook naar maatschappelijke kwesties te kijken en daar vanuit dezelfde empathie eigenlijk commentaar op te leveren, terwijl ik niet mijn waakzaamheid verlies. Dus dat is eigenlijk de balans die ik probeer te... Mooi gezegd zeg. Ja, dus ik probeer empathisch te blijven, tegelijkertijd waakzaam. Ja. Dus je kunt zijn er grenzen aan jouw empathie? Want ik heb zelf wel eens vrienden gehad die tegen me zeiden, jouw empathie voor de onderdrukte man in Nederland, voor de boze burger in de breedte, maar vooral voor de woedende man, is wel heel groot, Jelle. Moet je niet eens bedenken van hij wordt toch politiek beter gerepresenteerd inmiddels. Er zijn allerlei veranderingen in gang gezet. Er is al lang een anti-woke-beweging. Moet je niet bepaald een perk stellen aan je empathie? Dat vond ik wel fris gedacht. En dan heb je het over jouw empathie voor de... Voor de gewonde man. Voor die mee kan komen. Die het verliest in de diversiteitsstrijd. Ja. Die geen loopbaan... die zijn ambities niet waar kan maken. Die denkt van, is dit mijn Nederland nog? Ik ben daar ook... misschien hebben we dat in gemeen. Dat weet ik niet, maar... Misschien kan het een blinde vlek van mij opleveren dat ik daar te vaak, een soort van vanuit mijn fabrieksinstelling, daar meestal primair empathie mee heb. En dan zit ik nu live na te denken, is dat dan ook een soort van, ben ik nou ook maar gewoon recalcitrant aan doen, omdat zij die empathie niet krijgen vanuit de instituties, en dan bedoel ik even vooral mainstream media en de universiteiten. Zegt Sky King je iets? Nee. Oké. Nou, je hebt zeg maar online heb je Sky King. En dat was, ik denk dat het al 7 jaar geleden is. Dat was een blanke Amerikaanse heteroseksuele man. En hij kaapte een vliegtuig. Hij werkte op een vliegveld. Gewoon als bagagemedewerker volgens mij. En op een gegeven moment stapte hij in een vliegtuig. Een tweeprops vliegtuig. En het was helemaal geen piloot. En dan had je op een gegeven moment probeerde de toren, kreeg contact met hem. En het gesprek dat er toen gevoerd werd tussen de toren en deze man,
die evident niet helemaal goed bij zijn hoofd was. Er was van alles mee aan de hand. Maar tegelijkertijd vertolkte hij ook de pijn van de man waar jij zoveel empathie mee hebt. En op een gegeven moment, hij vloog zichzelf, nog één looping deed hij en toen vloog hij zichzelf de grond in. En er zijn tal van heel mooie montages van deze man. Oh, ja. Die eigenlijk zegt ook, als een straight white male, I don't have a chance. Ja. Ik zeg niet dat dat waar is en in Amerika misschien al helemaal niet. Maar hij voelde duidelijk iets. En of hij het ook echt in zijn leven ervaren heeft, dat weet ik niet. Maar hij voelde dat er een tijdsgeest tegen hem gekeerd was. Hm. Ik hoop dat de jongens het even in het filmpje kunnen monteren. Sky King. Ik kan een favoriete montage even naleveren straks. Ja, maar dit is erg online. Dus ik zit heel de dag op Twitter en ik werk al 10 jaar voor geen stel. Ja. Dus online cultuur is mijn derde interessegebied. Mijn derde interessegebied. En je bent een meme-kenner. Nee, ik ben een kenner van de meme-kenners. Oh, ja. Ik zit net niet in die voorste linie. Ik sta er net achter. Oh, ja. mooi. Ja. Maar online cultuur is natuurlijk een heel groot... Ik zou zeggen, ik zou echt aandurven de helft van wat ik voor geen stijl doe. En wat er voor geen stijl op mijn matrix schermpje dagelijks voorbij komt, is online culture. Dus ik ken dat wel vrij goed. Oké, nou die therapeutische praxis, hè? Wat... Dus dat is, je zet je laptop aan. Ik ben ook wel eens in therapie geweest, ik kan wel een voorstelling van maken. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat jij iets meer ook misschien op het vlak van de levenswijsheid en levenskundigheid mensen krijgt. Dus niet in coaching, maar wel mensen ik heb allemaal verwachtingen bij therapie. Maar ik heb het idee dat het niet mensen zijn die met standaard psychiatrische uitdagingen, kampen die bij jou komen. Hoewel op je website lees ik wel van je hebt 3 niveaus van analyse. Dat begint ook gewoon met je hebt wat jij het neurotische niveau noemt. Mm-hmm. Maar er zijn voor mijn gevoel ook mensen die zeggen van ik kan er gewoon niet, ik kan niet ontdekken wat ik nou wil in mijn leven. Of ik loop vast in mijn relatie en ik kom er niet uit. Ik zou het wel willen. Klopt het? Is dat een goede inschatting van de problematiek? Nee, eigenlijk het klopt deels. Maar ik zou zeggen dat dit een kwart van de cliënten zijn. En ook even... het is niet alsof ik die antwoorden dan wel heb. Helemaal niet. Bovendien verschilt dat per persoon. Ik weet soms niet eens of ik ze voor mezelf nou per se heb. Daar gaat het niet zozeer om. Het gaat wel om hoe goed lukt het je om taal te geven aan die vragen. En te verkennen. En met iemand mee te denken en mee te voelen. Mm-hmm. Als ze met die vragen komen. Dus je hebt in de existentiële psychotherapie, wordt dat genoemd. Mm-hmm. Erwin Jalom was daar de grondlegger van. En hij, dus dat zit net even, dat zit een abstractieniveau boven het neurotische niveau in mijn eigen raamwerk. En hij zei eigenlijk, de mens wordt geconfronteerd met 4, hoe noemt hij dat nou? Ultimate concerns. En dat zijn eindigheid, betekenisloosheid. Wat is het nou nog meer? Nou, dat zijn eindigheid, betekenisloosheid, vrijheid en isolatie. Oh, ja. Ja, dat zijn de... wat ik het meeste voorbij zien komen is als mensen meer vanuit die en vanuit het existentiële in gesprek willen, is wat in die school de vrijheid heet. Dus die school poneert dat wij niet langer lijden onder onvrijheid, wij lijden niet langer onder repressie als het gaat om gemeenschap. Een gemeenschap kan heel dwingend zijn en dat was vroeger ook het geval. Dat is bijna nergens meer in het Westen nog van kracht. We lijden ook niet meer onder onvrijheid als het gaat om onze eigen seksuele voorkeuren. Sterker nog, het wordt eigenlijk gevierd en aangemoedigd jezelf zo authentiek mogelijk te uiten. Dus we lijden niet meer onder onvrijheid, we lijden nu onder vrijheid. Omdat vrijheid komt er uiteindelijk op neer, zeker in een meer geïndividualiseerde samenleving, dat jij als enkelvoudig atoompje ultiem verantwoordelijk bent voor hoe jouw leven zich ontvouwt. En dat is een heel zwaar gewicht om op je schouders te dragen. Hm. Bovendien is het ook een heel nieuw gewicht om op je schouders te dragen. Voor de mens is dat een heel nieuw iets. Om eigenlijk... Wat mooi verwoord. Begrijp ik het goed als ik zeg dat mensen op een goed moment wel bij jou komen en denken van ik heb deze studie nou gedaan. Ik ben niet echt rijk geworden. Ik ben ook niet echt gelukkig thuis. Ik vind mijn leven maar zo. Maar ik ben wel al 45. Het lukt me niet om regie te nemen over mijn eigen leven. Is dat een beetje de... Dus dat je hebt de vrijheid, maar je haalt eigenlijk niet uit het leven wat er volgens jou eigenlijk best ingezeten had. Of is dat een ander? Ik weet niet. Ik denk dat is...
Ik snap heel goed dat je dit zegt. Omdat voordat ik mijn praktijk gestart had, had ik ook gedacht dat dit is een soort schablonische... Dit is een schabloon dat we hebben als het gaat om zingeving. En ik ging er ook vanuit dat dat inderdaad soort van de lijn zou zijn waar veel mensen zich mee melden. Wat de waarheid, of in ieder geval de realiteit in mijn praktijk is dat er is geen... ik zie nu ongeveer 20 mensen. En niet één daarvan is... Ik zou ongeveer zeggen dat 3 daarvan zijn soort van vergelijkbaar in dingen waar ze tegenaan lopen. Dus het ligt heel erg uiteen. En wat jij zojuist zegt... ik dacht voorheen inderdaad, nou, daar zal het ongeveer op neer gaan komen. De waarheid is dat nu ik veel mensen zie, dat eigenlijk te breed is. Dat niet zozeer het geval is. Oh, mooi, dus mensen verschillen echt. Ja. Grote schok was dat. Ja. Je denkt, ik stop ze nog. Ja. Nou, ik heb 2 jaar gewerkt aan dat raamwerk wat op mijn website staat. Dus ik probeer dingen te zien op 3 niveaus. Het neurotische niveau, het existentiële niveau en het spirituele niveau. Spiritueel is een heel moeilijk, vervelend woord. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is de perennial philosophy. Kunnen we het misschien nog over hebben. Ja, graag. Maar ik heb toen 2 jaar gewerkt aan dat raamwerk. Ja, mooi dat je dat zegt, want ik vind het dus echt in zijn eenvoud echt een heel mooie website. Ah. Dat je dus leest en denkt van, wat mooi, wat een mooie grasp van een mooie greep op de materie. Dank je. Dus het doet me goed te horen dat je daar 2 jaar over gedaan hebt. Want dat is de eenvoud is soms ook een resultaat van een lang denkproces. Het moest heel lang vorm krijgen. Het is heel absoluut. Ja. Duurde gewoon lang. En ik durfde ook niet online te gaan of mezelf als therapeut te presenteren voordat ik een raamwerk had waarvan ik dacht, nou, dit dekt de hele menselijke ervaring. Ja, ja, ja. Grappig genoeg, dat raamwerk staat nu 2 jaar online. En dat raamwerk bevat de materie waaruit ik, hoe zeg je dat, source, als ik naar mensen luister. Dat is wat er op de achtergrond bij mij draait. Maar de realiteit is, echt maar heel zelden wordt dat raamwerk soort van als een, als een methode ingezet. Ik zou zelfs aandurven, ik weet niet of het goed is dat ik dit zeg, maar ik heb eigenlijk geen methode. Mijn methode beperkt zich tot dat ik met maximale aandacht naar je kijk, naar je luister en met je meedenken en met je meevoel. En daarin ontstaan situaties, daarin ontstaan inzichten. Wauw. Dus je bent gewoon, maar dan ben je eigenlijk gewoon een hele goede vriend dus voor die mensen. Nou, dit is een heel goede vraag. En dit is waar veel mensen die therapie overwegen of over therapie nadenken. Ik denk dat bijna iedereen zich die vraag stelt. Wat is nou het verschil tussen een fijn gesprek met een goede vriend die mensenkennis heeft. Misschien is die zelf psycholoog. Die kent mij al. Die weet hoe mijn leven erbij ligt. Die kent de mensen waar ik mee, die in het web van mijn leven beslaan. Wat is nou het verschil tussen een gesprek met een goede vriend en een therapeut? Ik denk dat het antwoord daarop is dat als je in therapie gaat, is de voorwaarde is transactioneel. Dus het is een dienst die je afneemt bij iemand. Ja, ja. En daarin ben jij dus klant, cliënt, maakt niet uit hoe je dat noemt, waarin wat jij krijgt is maximale aandacht. Niet 1 keer, niet 1 avond over terwijl je een biefstukje eet samen. Het is structureel. En ik denk dat die aandacht en die iemand die meedenkt en voelt, zonder dat het wederkerig hoeft te zijn, want dat is natuurlijk de transactie in een vriendschap, is dat het wederkerig is. Dat is de valuta daar, om het even heel koud. Ik wil niet een vriendschap daartoe reduceren, maar dat is de transactie in een vriendschap, is de wederkerigheid. De transactie in therapie is de betaling. Dus wat je in een therapie krijgt, zelfs al is het nagenoeg gelijk aan een heel getalenteerde vriend van je, die therapie is er voor jou. Het gaat om jou en het is structureel. En dat mag je ook verlangen van je therapeut, want dat is de dienst die je afneemt. Ja, 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 ja. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste verschil is, omdat zeker nu, en dat is anders dan 20 jaar geleden, de baseline level, hoe noem je dat? De nulmeting van psychologische kennis en kennis en voeling voor therapeutische thema's, ligt gemiddeld, in de gemiddelde westerse bevolkingen, liggen heel veel hoger dan 20 jaar geleden. Ja, het zou dus wij leven echt in wat ik noem, ik schrijf daar, dat is een deel van een boek van dat ik schrijf,
daar ga ik daarop in. We leven in the age of psychology. Hm? Onze taal is ten diepste psychologisch. Kijk, vorige eeuw werd de psychologie soort van, niet uitgevonden, maar wel uitgekristalliseerd in de psychoanalyse. En daarna in de jaren 70, 80, 90. Heel veel was het een heel levendige, hoe zeg je dat? Praxis. Levendige praxis, heel tribaal ook ergens. Er waren echt scholen die vochten om, wij zijn de therapeutische school. En de hel is bij ons te vinden. Maar waar ik heen wil, is dat vorige eeuw, er is een heel sterk, ik denk dat mensen dat onvoldoende beseffen misschien, een trickle-down effect geweest. Ja. Dus de psychoanalyse ontstond en toen heeft dat een paar decennia zichzelf uitgekristalliseerd. En het effect dat psychoanalyse heeft gehad op onze gemiddelde taal is heel groot. Dus onze taal is al heel psychologisch. En dat mensen het überhaupt hebben. Dat is projectie, dat is schaduw, dat is toch? Hechtingsproblematiek. Hechtingsproblematiek, Dus onze taal is saturated. Je moet aan je trauma gaan werken. Ja, nou precies. Narcisme. Hij is narcistisch. Ja. En dat zijn allemaal een soort van buzz, psychologische buzzthema's die dan voorbij komen. En iedereen heeft daar een rudimentair begrip bij, een rudimentaire voeling voor. Mm. Waar ik heen wil, is dat dus de kans heel groot is dat je een goede vriend hebt, of een goede vriendin hebt, die één of twee avonden heel goed in staat is, een soort van een therapeutische rol voor jou te vervullen. Maar dan heb je het over één of twee avonden en dan nog zit er een bepaalde wederkerigheid in. Oké, genoeg over mij, hoe is het met jou? Ja. En dat hoeft niet in een... Nee, ik denk ook wel trouwens dat ik vind dat mensen, zeker mannen, veel meer in therapie zouden moeten gaan. En ook als je niet per se ergens last van hebt, denk dat het heel verstandig is om zo nu en dan... Ja. Over dingen te praten, over intieme dingen. Ja, zeker. Dat bedoel ik niet kan in de seksuele zin, maar ik bedoel vooral in de betekenis van dingen die aan het hart gaan. Mm-hmm. En waar je niet altijd over uitspreekt of die je bezorgen, waar je wat wakker ligt. Mm-hmm. Ja, en het is niet alleen maar vanwege dat transactionele eigenlijk. Het is denk ik ook nog wel zo dat je natuurlijk een vak ziet. Een goede therapeut heeft natuurlijk ook, kan jou helpen gedachten te ordenen. Mm-hmm. Hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Mm-hmm. Ook vind ik zelf in relatie tot jezelf natuurlijk heel makkelijk om snel oordelend te denken. Dan krijg je zo'n over trickle-down gesproken, een soort sterk gewetens stemmetje in jezelf. Hè? Een soort superego dat jou dan vertelt. En dan door de therapeutisch over te spreken kan het verschil tussen normatief en observerend spreken. Ja. In je eigen hoofd kan enorm, was bij mij verhelderend. Hmm. Terwijl een vriend, weet je wel, die zit vaak met dezelfde normen en ze vaak met dezelfde ambitieschema's in hun hoofd. Mm-hmm. Maar het is elegant en eenvoudig uitgelegd van je. In de zin van, ik denk waar ik vooral heen wil, is dat het ambacht van de therapeut is, ben ik ook wel toch ook wel van onder de indruk. Alleen er zijn heel veel psychologen, er is een megastudie in Nederland en dat zijn toch verschillende dingen. En heel veel therapeuten die voortkomen uit die psychologenvijver, die daaruit kruipen, die gaan natuurlijk via zo'n big registratie in die heftige thematiek. Mensen die echt narcistisch zijn of echt borderline. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een ander. Dus, en aan de andere kant heb je de coaches op LinkedIn. Ja. In die zin is het ook wel bijzonder dat jij je werk hiervan maakt. Nou, omdat er zoveel mensen zijn die ambitie hebben in de AIDS of psychology. Ja, nou zeker. Dat is zeker. En dat is de reden eigenlijk dat ik mezelf echt oplegde. Ik wil dat raamwerk sluitend en af hebben voordat ik mezelf presenteer op deze manier aan de wereld. Omdat het is al zo'n verzadigde markt. Ja. Er zijn zoveel psychologen, sowieso. Daarbovenop alle coaches. Alle alternatieve coaches. Alle spirituele coaches. Ik denk dat je zou zelfs van oververzadiging kunnen spreken. Dus het is heel moeilijk. Ja. Ook om... Het zou ook kunnen dat het iets compenseert. Hè? Dat je maatschappelijk gezien ziet dat heel veel sferen psychisch en spiritueel vacuüm gezogen zijn. Mm-hmm. Dus als er op je werk eigenlijk helemaal geen vanzelfsprekende manier is om te leren om bijvoorbeeld je baas tegen te spreken. Mm-hmm. Dat is ook zo'n thema waarvan ik verwacht dat veel mensen ermee zitten. Mm-hmm. Zo is dat je tweede. Maar mijn verwachting is dat veel mensen hiërarchie ingewikkeld vinden. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat er helemaal geen les meer is in les. Van wie kan je leren omgaan met senioriteit? Mm-hmm. Dat, iedereen zegt eigenlijk van je bent belangrijk. Het is een horizontale organisatie. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat is de ideologie. Ja. Dus dan krijg je een gap tussen de idealen die je mensen meegeeft. En de realiteit waar je toch ziet dat sommige mensen beslissingen nemen. En
Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen dat met psychologen of met hun therapeuten bespreken. Omdat van collega's kun je dat niet verwachten, weet je wel. Ja, dan wordt het roddelen. Mm-hmm. Nou ja, is maar een voorbeeldje. Dus ik denk wel dat is misschien oververzadiging. Maar het is misschien ook wel zo dat ondanks dat we in een age of psychology of dat die psychologie nu zo gemeengoed geworden is. Dat er ook toch ook wel een soort vacuüm. Ja, misschien heb je daar gelijk. Ik probeer zeker sinds ik dit beroep zelf uitoefen nu bijna 2 jaar. Dus ik ben 10 jaar geleden afgestudeerd als psycholoog. Maar toen begon ik bij Geen Stel. Ja. Ik heb het eigenlijk pas 2 jaar geleden weer opnieuw opgepakt. Maar waar ik heel erg voor waak is dat ik de rol van de psycholoog en hoe belangrijk het is om in therapie te gaan, ook weer niet te groot maak. Dat vind ik, dat voelt alsof dat ook een verantwoordelijkheid is. Ja, dat is heel goed. Vind ik professioneel. Ja. Maar jij bent dus ook zo'n therapeut die na 10 of 20 sessies dan op een gegeven moment zegt van nou, dit is het. Dat in principe niet. Er staat geen traject vast. Dat doe ik eigenlijk niet. Maar ik waak er wel heel sterk voor dat het niet zijn rendement overschrijdt. Dus het moet zinvol blijven. Want ik kan me voorstellen dat je bent natuurlijk een populaire schrijver. Dat er veel mensen, meer mensen in jouw aanwezigheid verkeren dan jezelf zou willen toelaten. Dus dat je op een gegeven moment ook kan zeggen van nou, ja, leuk dat je nog bij mijn therapie wil, maar het rendement is. We hebben nou toch wel geoogst. Ja, nou zo heb ik er nog nooit ingezet. Nee? Wat ik soms wel doe, is als ik merk, zeg maar de kernthema's waarmee iemand zich oorspronkelijk meldde, daar gaat het echt aanzienlijk beter op. Hè? Iemand functioneert en beleeft zichzelf gewoon veel aangenamer nu. Ja. In die velden dan stel ik wel eens voor, zullen we het terugdraaien? Of soms zegt de cliënt, stelt het ook voor, zullen we de frequentie wat terugdraaien? Oh ja. En soms ook inderdaad, als we tot de conclusie komen, allebei, dat de winst hier wel behaald is, dan werken we toe naar afronding. Nou, zit je zelf wel eens in therapie? Niet meer. Ik ben 2 keer in therapie geweest. Oh ja. Ja, dat is een tijdje geleden inmiddels. En heb je wel eens relatietherapie gegeven? Ja, maar dat is niet mijn specialisatie. Het is meer op aanvraag was dat. Oh ja. Ja. Dus, maar je kent wel de verschillende genres dus. Ja, je bent gewoon een serieus therapeut. Ja, maar tegelijkertijd wil ik dat ook niet groter maken dan het is. Omdat de reden, misschien merk je dit aan, maar dat ik de rol van de psycholoog, de rol van de therapeut niet wil verheerlijken of wil aggrandizen. Omdat het is ook maar mensenwerk. Hè? Dus er is geen... Psychologie is geen harde wetenschap. Dat is... En psychologie en therapeuten weten het in principe ook niet. Dat is, denk ik, de gezonde manier om een therapeutisch traject als iemand die in therapie wil te benaderen. Ja, maar tegelijkertijd zeg jij wel van, kijk, als jij zegt ik geef aandacht, ik kijk je aan, ik voel met je mee. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wel, daar zeg je nogal wat. Hè? Dus ja, hoeveel situaties zonder aandacht zijn er? Nou, precies. Maar dat is waar de meerwaarde van een therapeut ligt. Dus ik denk dat therapie is echt 50-50 en misschien zelfs 60-40. Mensen denken vaak, die niet zoveel ervaring hebben met therapie, dat therapie is een cerebraal proces. Het is een overdracht van inzichten. Hmm. Hè, er worden situaties geanalyseerd en dan komt de therapeut... Die haalt een mooie duiding uit de hoge hoed. En dat is dan hoe het ongeveer zat. En daarom, toen je moeder dat deed, daarom zit je nu zo in deze relatie. Soms is dat zo. En soms is zo'n duiding heel waardevol. Maar ik denk niet dat dat de meerderheid van de meerwaarde van therapie is. Ik denk dat misschien... Dit is een bekend gegeven in therapeutische literatuur. Dat de beste voorspeller voor een uitkomst van een therapie is niet zozeer... Ja, hoe verfijnd de duidingen, hoe diep de duidingen zijn, hoe origineel de duidingen zijn. De beste voorspeller is de kwaliteit van de therapeutische relatie zoals die wordt ervaren door de cliënt. Ja. En er is een compounding effect als de therapeut zelf ook de kwaliteit van die relatie ervaart. Omdat dat is een vliegwiel dat zichzelf versterkt. Dus ik denk dat het belangrijkste element van therapie is, en daar zet ik zelf ook het sterkst op in... is een therapeutische relatie met iemand aangaan van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ja. Dat is de meerwaarde. Vergeef me mijn botheid, maar genoeg over de meta-reflecties. Want dat zit allemaal wel snor. Nu even de therapie zelf in. Van hoe, wat kunnen we voor voorbeeld pakken? Dus
Je kunt het persoonlijk maken, je kunt een cliché voorbeeld nemen, maar... stel, iemand heeft het probleem van dat hij worstelt met zijn eigen vrijheid en bewegingsruimte, bijvoorbeeld in zijn relatie, een man. Uh-huh. Die zit onder de pantoffel bij zijn vrouw. Uh-huh. Wat? Ik heb zo'n vriend die dat heeft. Ik hoop niet dat hij kijkt. Ik weet dat ik het vind. Ik denk wel dat hij begrijpt dat je hem bedoelt als dit het. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, maar zeer anoniem. Maar het is, je kunt het ook breder maken. Hè? Want ik weet wel van mijn werk, heb ik het zelf ook wel eens van. Ja, het is natuurlijk moeilijk om je ruimte te pakken. Uh-huh. En ik zie collega's daar meer mee worstelen dan ik er zelf mee worstel, zal ik eerlijk zeggen. Uh-huh. Maar ik zie dat wel eens. Ik heb zelfs als een collega daarmee een beetje geholpen van, hoor eens. Ruimte innemen. Nou, moet jij zeggen, moet jij die baan willen? Je moet nu zeggen van, dan gaat die factuur online, maar mm-hmm. je moet gaan zeggen, dus zoiets, hè? Dus opkomen voor jezelf, is dat misschien het woord? Maar kun je me eens een beetje meenemen in hoe zou jij zoiets dan... Nou, misschien... Ga je dan terug naar de relatie hoe iemand is opgegroeid, niet aan het woord kwam aan de keukentafel, of wat... Welk voorbeeld wil je uitwerken? Die van de relatie of de werkvloer? Ja. Relatie is smeuiger. Ja, doen we dat. Dat is goed. Een paar opmerkingen vooraf. Ik heb een anekdote die ik soms gebruik ook. Zeker als cliënten hier zelf tegenaan lopen. Ja. Soms is het hun vrouw inderdaad die hen onder de pantoffel heeft zoals jij dat zegt. Soms is het nog steeds hun moeder. Dat bestaat ook. Dat is niet ongebruikelijk. En een anekdote die ik hen vaak vertel is dat ik ken... Special Forces soldaten. Dus dat zijn jongens die 's nachts een high altitude, low opening jump uit vliegtuigen doen. En vervolgens een operatie uitvoeren. Jongens die dat kunnen. Er zijn jongens die dat kunnen, die geen schijn van kans maken tegen of hun moeder of hun vrouw. Die zijn er. De reden dat ik deze anekdote vaak inzet, is om een beetje ademruimte te creëren. Dat je echt niet moet onderschatten hoe... machtig en sterk vrouwen kunnen zijn. En daar ligt een soort taboe op. Omdat je dat niet mag benoemen. Omdat fysiek zijn mannen sterker. Zwaar, dat is dan maar zo. Alsof er altijd uit volgt dat in meer intieme dynamieken... de man daar ook de overhand in heeft. Dat is niet het geval. Dus de reden dat ik dit even... Ik zet deze anekdote soms in... gewoon om wat ademruimte te creëren... voor mannen die hier tegenaan lopen. Ja. Het is... Prachtige anekdote. Het is voor. Het ligt een beetje aan het kaliber vrouw waar je het over hebt. Maar er zijn vrouwen, daar zijn gewoon maar heel weinig mannen tegenop gewassen. En het is ook maar zeer de vraag of je die strijd aan moet gaan als je in die relatie zit. Ja, ja. Dus dit is vaak een opening set als iemands problemen zich in dit gebied bevinden. Daarna. Ga ik meestal, sowieso wil ik graag met iedereen met wie ik werk, wil ik goed in kaart hebben gebracht hoe een ouderlijk gezin erbij lag, wat de dynamiek daar was. Ah ja. Zowel tussen het cliënt zelf en zijn ouders, als tussen de ouders. Wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld mannen die onderdrukt worden in een relatie, laten we het gewoon even zo noemen. Het is niet ongebruikelijk dat hun vader hetzelfde overkwam. Dat hun moeder ook heel dominant was, zowel naar de vader toe als naar de zoon toe, om het zo even te zeggen. En dat de zoon zijn hele leven heeft meegekregen dat, dit is blijkbaar hoe de machtsverhoudingen liggen en dat internaliseer je dan. Ja. En dat vaak zie je dat, en dat is een van de, hoe zeg je dat nou, vaak komen mensen terecht, niet per se in hetgeen dat goed voor ze is, maar hetgeen dat op een bepaald niveau bekend is. Dat is een rode draad door eigenlijk alle psychotherapeutische scholen. Ja. Dus dat heeft een diepe implicatie. Dus het is, mensen zijn, uiteindelijk is het geen karma, maar het is juist van je blijft herhalen wat je al kent. Dat is ook. Ja, en dit heeft. Je wordt verliefd op het moederlijke in je vrouw enzovoort. Ja, dus en dit heeft een best wel een diepe implicatie. Wat ik zelf heb geleerd in mijn opleiding of. Ik weet even niet meer waar, maar stel je voor, er staat een boom, staat op een eenzame heuveltop. Een boom, een mooie grote sterke boom. En sinds die boom uit de grond kwam de wind altijd heel sterk vanaf die kant. Dus dan groeit die boom, groeit
soort van die kant op, groeit met de wind mee. Maar de wortels groeien tegen de wind in. Anders kan de boom überhaupt niet overeind blijven op die heuveltop met de wind die constant van die kant komt. Ja, dus je wortels groeien dan niet die kant op, want dan breekt de boom. Dus de wortels moeten in tegengestelde richting groeien om overeind te kunnen blijven in die bepaalde windrichting. En psychologische ontwikkeling werkt soms ook ongeveer langs die lijn. Maar dan gaat het over hoe je bedrading gelegd wordt. He, dus jouw bedrading wordt op zo'n manier gelegd dat je optimaal kan overleven in je ouderlijk gezin. In de dynamiek die binnen jouw kerngezin leeft. Oké, dus je bedrading wordt op zo'n manier gelegd. Dat betekent soms, in sommige gevallen, dat je eigenlijk niet de neurologie hebt om om te gaan met een andere windrichting. Omdat dat is gewoon niet hoe jouw wortels gelegd zijn. En dat is een beetje de beeldspraak achter dat mensen vaak verliefd worden of terechtkomen in situaties die ze op een bepaald niveau herkennen in plaats van wat goed voor ze is. Omdat dat correspondeert met de windrichting waarin hun wortels de grond in gegroeid zijn. Ja. Dus dat is een beetje wat je... Ja, en dat, ja, mooi gezegd. Dus het is eigenlijk ook heel moedig als je in die zin de keten der generaties breekt. En op een andere manier je... Heel belangrijk dat je dit zegt. Ik zie dit bij veel cliënten. Sommigen, de ernst en zwaarte van pijn varieert. Maar zeker bij mensen die echt... Ja, ik noem dat vaak gewoon veel acute pijn hebben van hoe het leven erbij ligt. Of van hoe het leven ze vergaat. En als er ook een heel duidelijke... herleiding te doen valt naar hoe ze opgegroeid zijn, dan is het echt alsof je een wiel breekt. Hmm. Want sommige pathologie, sommige neuroses, were 1000 years in the making. En dat meen ik echt. Dat is generatie op generatie op generatie doorgegeven. Ah, ja. En iets heel moois van deze, onze psychological age, waarin ineens therapie steeds gangbaarder wordt, waarin taal steeds psychologisch wordt, is dat mensen zo'n wiel breken of stoppen. He, tot hier en niet verder. Ja. The buck stops with me. Ja, maar dat zijn ook twee dingen. Vind ik interessant dat je dat durft te beweren. Ik zou zeggen dat we op het niveau van de superstructuur of de bovenbouw met Marx te spreken, instituties praten, tv, breken we dat? Maar is het ook echt in onze harten en onderbuiken zo? Ja, daar weet jij meer van dan ik. Maar ik heb toch het idee dat het al een hoop psychobubble is. Ik weet er niet per se meer van dan jou of... iemand anders. Het enige wat ik weet is wat ik bij mijn cliënten zie. En dat ik daar oprecht en doorleefd doorbraak. Wielen zie stoppen. Oh ja, ja. Ja. Hoe zich dat vertaalt? Het is een vrij kleine sample size. Hè? Ja, ik heb geen fulltime praktijk. Ik zie nu maar 20 mensen. Dus... Nee, je bent heel bescheiden, dat merk ik. Dat is niet nodig. Prachtig. Dat staat je goed, maar volgens mij weet je er wel veel van. Ik heb nog een andere casus om wat concreter en ook met oog op de tijd. Hoe zou jij kijken naar, laat ik het zeggen, onverschilligheid? Dus ik heb daar zelf wel eens last van gehad in mijn leven. Dus gevoelloosheid. Dus dat ik dacht van ik ben nu hier, maar ja. Dus dat gewoon moeilijk is om bij je gevoel te komen. En dat je daardoor ook, ik wil niet zeggen, ik kan anderen juist altijd wel. Soms denk ik ook wel van, ik ben te gevoelig bijvoorbeeld. Ik heb daar momenteel, zit ik wel in goed vaarwater op dit vlak. Maar ik heb wel eerder... Ja, dat ik ook dacht van misschien dat mijn eigen onverschilligheid ook eerder samenhangt met dat ik eigenlijk anders overal te snel op reageer. Emotioneel en dingen mij raken of anderen raken. Dat die onverschilligheid ook een bewapening of een manier is om die kabels of die fabrieksinstellingen eigenlijk te beschermen. Maar dat kan dan, en ik zie dat ook wel bij anderen om me heen, ook wel bij vrouwen trouwens, maar zeker ook bij mannen. Dat idee van hoe kan je nou... Dus hoe zie jij er naar kijken? Wat heb je daar ook een mooie openingsanalyse van? Eigenlijk de gevoeligheid die je probeert ermee omgaan. En op een gegeven moment ontglipt die je. Dan moet je je best gaan doen om terug te vinden. Is het jouw ervaring dat je vaak... Dat je zegt in de aard, jouw inborst is heel gevoelig? Nou, dat is wel een analyse geweest van mezelf erop. Of het helemaal klopt, weet ik niet. Maar dat ik dacht een tijdje van ik ben gewoon niet zo gevoelig. Ik kan gewoon slecht bij mijn gevoelens. En toen dacht ik van misschien kan ik juist goed bij. En bescherm ik mezelf er tegen door niet zo te resoneren. Hoe nu we hier zitten of gewoon deze week. Is dat een gevoelsarme week voor je? Dat is een goede vraag.
Nee, ik ben voor het eerst aan het werk gegaan. Ik heb van alles meegemaakt. Ik zou hem... inderdaad zou ik er waarschijnlijk meer... Ja, nee, het is niet een heel gevoelsrijke week. Nee, dit blijft in die zin wel een karaktertrek. Ja, ja. En komt dat omdat er gewoon weinig gebeurde? Dat... Nee, er gebeurt heel veel. Okay. Er gebeurt heel veel. Ik ben weer gaan werken. De vakantie is voorbij. Okay. Nou, mijn belangrijkste vraag... En dit zeg ik ook, stel dat we echt een therapeutisch gesprek zouden voelen... Dan het belangrijkste is voor mij... Mis je het? Zou je meer geraaktheid willen? Of vind je het eigenlijk wel prima zo? Oh ja, dat is een mooie vraag. Want als je het niet mist... Ja. Dan, ja... laten we dan geen onrusten zorgen veroorzaken in een hoofd waar dat misschien niet nodig is. Maar als je zegt van jezelf, eigenlijk wel, ik zou toch iets meer betovering willen ervaren, iets meer volheid willen voelen, dan is het waard om daar een gesprek over te starten. Maar dat zou niet hypothetisch. Dit is geen hypothetische gesprek. Ja. Dus dan is dat mijn vraag aan jou. Wil je meer? Nou, bij sommige dingen wel, ja. Ja, daar merk je wel van... Je hebt ook nog het gevaar van dat je denkt van ik zou liever bijvoorbeeld hier willen zijn of dit willen doen. En dan ben ik daar en dan is die betovering er ook meer. Mm-hmm. Maar dan denk ik eigenlijk, waarom? Het was toch eigenlijk best leuk waar ik net was. Dus dan vind ik het ook wel eens vervelend. Ik denk van waarom vind ik het nou bij de Nieuwe Wereld zo'n gesprek als dit is dan betoverend? Mm-hmm. Maar ik had gisteren op mijn werk zo'n gesprek, er zijn er geen camera's bij. En dat had een heel ander onderwerp, maar was eigenlijk ook heel goed. Mm-hmm. Die betovering is er dan niet. En dan denk ik, dus soms heb ik dat wel. Ja, dat ik denk van, het zou toch wel iets mooier gedistribueerd mogen zijn. Ja. Als ik het zo hoor, moet je gewoon een filmploeg hebben die jou de hele dag achtervolgt. En dan is alles... Nee, dat is het niet. Okay. Maar dat is het niet. Die demon heb ik natuurlijk ook wel eens, ja. Dit snap ik, ja. Dus dat het... Ja. Maar het heeft wel iets te maken met dat je toch ook... Dan krijg ik ook gewetensvragen. Maar dit moet geen therapie-sessie voor mij worden. Maar aan de andere kant denk ik dat veel mensen het herkennen. Mm-hmm. Dat je toch zelf denkt van hoe kan het zo zijn... dat je in bepaalde domeinen zoveel betovering voelt. In andere misschien wat minder. En dat je denkt van oké, zeg mijn gevoel dan eigenlijk... dat ik die anderen niet moet doen. Of klopt er iets? Want dat zou natuurlijk een van de... Als je verbinding maakt met jezelf, dat je denkt, ik doe kennelijk toch ook dingen die me een beetje koud laten. Van waarom zou ik dat nog langer doen? Hmm. Dus dat is dan een interpretatie. Maar ik denk dan zelf altijd bij mezelf, ik voel ergens dat ik er ook moet zijn. Dus waarom is mijn gevoel dan als een soort, langzame... Dus kunnen we even terugkomen op waar je mee opende. Namelijk dat je hebt wel eens vermoed dat je eigenlijk heel gevoelig bent. En misschien juist dat dingen je heel erg kunnen raken. En dat die geraaktheid je ontregelt dan. Ja. Dat vermoeden je. Ja. Dan zou mijn vraag zijn, die situaties waarin je achteraf denkt, hier had ik wat meer betovering moeten voelen. Dragen die situaties in zich iets waardoor jij je zou kunnen laten kwetsen? Iets wat pijn zou kunnen doen? Iets wat misschien je in verlegenheid zou kunnen brengen? Of je op de hiërarchieladder in de ogen van anderen zou kunnen schenden of zo? Dus de reden dat ik dit vraag is, die situaties waarin je iets minder voelt... Zijn dat riskante situaties? Ja, soms. Maar het is niet... Ik snap wel een beetje... Denk begrijpen waar je op doelt. Maar daarvoor is het... Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat zou ik niet... Dat is niet een... Ja en nee, zeg maar. Dus, ja. Dit zou je ook verbazen hoe vaak... het uiteindelijke antwoord op een heel diepe therapeutische vraag... Een diep therapeutisch gesprek is... Exact wat jij zegt. Ja, eigenlijk wel... Maar toch vaak ook niet. Ja. En dat ergens is dat... Zou je denken dat dat onbevredigend is? Dat is alleen onbevredigend als je denkt dat therapie louter een uitwisseling van inzicht is. In plaats van ook het feit dat je in gesprek bent met iemand... Ja, dat de vraag die volledig de aandacht voor je heeft. Je ook niet veroordeelt in jouw kwetsbaarheid. En dat noem je de correctieve emotionele ervaring. Als je dat heel klinisch wil bestempelen, wordt dat zo genoemd. Hmm. Dus dit is eigenlijk... En vaak is het de uitkomst van het therapeutisch gesprek... zit er eigenlijk wel in, maar vaak ook niet. Het is eigenlijk een beetje precies niks. Maar toch gaat iemand weg met een lichter gevoel... met een meer geordend gevoel. Ja. En hoe dat nou precies komt... En dit is een van mijn favoriete weetjes van therapie. Is dat in de jaren 70, 80, 90... waren allemaal therapeutische scholen... waren echt aan het strijden om de nummer 1 plaats. Hè. Wij zijn de therapeutische school... En de inzet van die strijd was altijd onze analytische methode of onze sequentie, ons trucje, is het beste trucje.
En eigenlijk elke metastudie toont aan dat eigenlijk weet niemand wat nou precies het werkzame element is van een therapeutisch traject, behalve de kwaliteit van die therapeutische relatie. Ja, dat moet heftig zijn voor al die mensen die therapeutische praktijken hebben. Aan de andere kant... Ja, ze weten, dit is geen geheim of zo, ze weten dit ook. Ja. Interessant. Over die therapeutische manier van werken. Hè? Dus wat ik net jou heb voorgelegd. Dus de onmacht thuis. Of het gevoel. De verbinding houden. Dat waren voorbeelden in jouw schema. Op het niveau van de neurotische cliënt. Of was het existentieel? Hoe zou je dat... Of zitten we zelfs al bij de spirituele... Nee, daar zitten we nog niet. Ik weet ook niet of we daar aan toekomen vandaag. Dat ligt een beetje... Ik weet niet hoe lang... Moeten we een volgende sessie inboeken? Ja, nou misschien. Ja. Nou ja, dat is een niveau apart eigenlijk. Dat vergt zoveel... dat is op zo'n ander abstractieniveau dat het heel veel schakelen is. Om daar ook... Maar over de eerste twee, dat ligt er een beetje aan. Als die ongelukkigheid, die pijn voortkomt of voort blijkt te komen naarmate de gesprekken vorderen, uit hoe jij opgegroeid bent, uit wat voor psychologie jou vroeger gegeven is, dan heb je het over neurotische pijn. Maar neurotische en existentiële pijn overlapt natuurlijk heel sterk. Mm. Als de conclusie is, ik zit in zo'n relatie en daarom leef ik gewoon niet het leven dat ik zou moeten leven, dan is het tegelijk een neurotisch en existentieel. Oh, op die manier, vraagstuk. Ja. En het mooiste onderscheid... Dus existentieel is meer van, je zit niet in het goede leven, zeg maar. It's the pain of living unwell. Ja. Staat het in het Engels. Ik heb het in het Engels geschreven oorspronkelijk en daarna naar het Nederlands vertaald. Dus ik weet even niet hoe het in het Nederlands... Ja. God, voor iemand met zoveel taalgevoel. Nou ja, dat vertrouw ik je graag toe dan, dat je dat zo... Maar het mooiste onderscheid, als je echt een tweedeling wil maken tussen neurotisch en existentieel, is de vraag... Stel, je bent neerslachtig. Iedereen weet ongeveer hoe dat voelt. Ja. Dan is de vraag, ben je depressief of ongelukkig? En dat kan tegelijkertijd waar zijn, maar het is niet hetzelfde per se. Depressie is als dat een neurotische achtergrond heeft. Als dat voortkomt uit verdrukking van pijnlijke thematiek. Dus als het een neurotische aanleiding heeft gehad. Dat noem je een depressie. Dat is niet per se hetzelfde als simpelweg ongelukkig zijn, omdat je leven er niet bij ligt zoals je zou willen. Dat zijn in principe verschillende dingen. En het is belangrijk om dat onderscheid helder te krijgen. Ja, wat een mooi denkmodel. Ja, ik zie dat verschil ook wel. Ja, dus niet iedereen die ongelukkig is depressief. Nee, maar je hebt misschien een derde smaak van gewoon een beetje neerslachtig zijn... Als wat bij het leven hoort, toch? Ja, daar moet ook gewoon ruimte voor zijn. Ja. En ik ben, dus iets waar ik heel erg voor waak in mijn eigen gesprekken, is dat we niet pathologiseren wat niet gepathologiseerd hoeft te worden. Sommige dingen horen bij fases, sommige dingen horen bij, gewoon het volledige palet van het mens zijn. Het wordt pas een klinisch probleem, als je dat zo wil noemen, als het echt heel lang aanhoudt. Ja, fases vind ik interessant thematiek. Dus bijvoorbeeld, we denken er erg in termen van puberteit, adolescentie, dan ben je volwassen. Maar er zijn nog dingen als de dertigersdip en de midlife crisis. En dan, ik zie ook wel mensen van 65 of 75 met bepaalde vragen worstelen. Dat is interessant eigenlijk, dat wij de levensfases moeilijk... We komen toch niet heel veel verder dan, zeg maar, dreumes, peuter, kleuter, kind... Puber, adolescent, volwassen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want ik denk dat heel veel mensen toch bijvoorbeeld rond juist aan het eind van de 20ste en het eind van de 30ste, dat ook een soort hele belangrijke fases zijn van transformatie en bezinning. Ja. En ja. Terugkeren op, de geluksvraag stel ik niet zomaar, maar komt vaak natuurlijk wel, je hebt gestudeerd, je hebt je eerste baan gehad en dan 27, 28, bam, dan komt die binnen. Ja, dat is kennelijk toch een levensfase. Nou, zeker. En dit is misschien handig om dat even te relateren aan wat ik eerder zei. Zeg maar, die vier ultimate concerns in de existentiële psychotherapie. Eén daarvan is vrijheid. Namelijk, je bent zelf ultiem verantwoordelijk voor hoe je leven
zich ontvouwt. In onze geïndividualiseerde samenlevingen, dit is geen originele duiding of zo, maar we hebben niet meer die overgangsrituelen. In ieder geval niet in de vorm waarin echt heel tribale stammen die absoluut wel hebben. En ook gewoon nog iets meer traditionalistische samenlevingen die ook nog hebben. Eigenlijk moeten wij, hè, elke generatie, ook al is het pas 3 generaties oud ongeveer, dat individualisme. Maar verwachten we van elke generatie dat ze opnieuw het wiel uitvinden van wat volwassenwording is. Mm. En ik zeg niet dat dat per se iets slecht is, omdat ik zeker ook zicht heb op. Nou, we moeten de jaren 50 ook niet te veel verheerlijken, vind ik persoonlijk. Nee, het kan heel dwingend zijn, de gemeenschap. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een verarming geweest als je meteen alles. Ja. Alle kerkelijke verbanden die bijna niet meer bestaan. Tenminste niet waar ik zicht op heb. Dus we vragen van elk individu het antwoord te vinden op een vraag die vroeger gecrowdsourced werd. En niet in een levende crowd, maar door de generaties daarvoor. Ja, ik denk dat die problematiek van individualisering is natuurlijk zo oud als de moderniteit. Dus dat gaat verder. Dus in die zin is de babyboomerrevolutie, als zij student zijn in 68, tot en met zeg maar 78, de hele cultuur afbreken. En bevrijden ook. Ik bedoel, het is ook een dubbele beweging. Van bevrijding en afbraak. Ja. Dat is onderdeel van een veel langere revolutie. Dus die heeft ook te maken met de democratiseringsgolf. Zelfs met de Franse revolutie. Dus, en die rituelen zijn eigenlijk vanaf van meet af aan zijn die onder druk gezet. Mm-hmm. Ja. Dus in zekere zin is de herbouw van Parijs na de 1780 oorlog is al helemaal, zeg maar, zonder rituelen helemaal opnieuw beginnen. Weet je wel? Mm-hmm. En helemaal geen gevoel voor tradities. Dat is eigenlijk ook al zo typisch modern. Mm-hmm. En ik denk dat dat psychosociaal inderdaad in de jaren 60 zo gebeurt. En dan gooien we nog weer heel veel van die rituelen overboord. Zeker voor mannen pakt het eigenlijk heel moeilijk uit, denk ik. Dus omdat vrouwen op een bepaalde manier nog biologisch, cyclisch zijn. Ja, daar ben ik het mee eens. En die cycliciteit van het leven dwingt hen ook. Hè? Dus dat wordt dan al cynisch gezegd van je hebt tikkende ijsstokken of zo. Maar het is toch meer dan dat. Het is namelijk een soort afgestemd zijn op je eigen natuur. Mm-hmm. Terwijl bij mannen is het toch echt, die kunnen zich makkelijk identificeren met moderniseren als alleen maar bevrijden. Ja. En hun gang door de wereld maken. Terwijl rituelen hebben natuurlijk iets intiems. En tegelijkertijd vind ik ook altijd dat de hele oude rituelen, bijvoorbeeld de kerkgang of het bidden, kunnen ook iets heel repetitiefs en iets hols krijgen. Zeker. Dus dat is. Ja, dat is die. En noem je dat? In die zin is het ook, begrijp ik dat ze zijn afgeschaft. Want als het niet doorleefd is. Nee, precies. Dus je zoekt. Maar je hebt wel die vorm nodig, zeker mannen. Ja. En dat is wel een zoektocht collectief. Ja. Mijn grootste bron van empathie daarin is, en ook zeker naar mezelf, ik zeg het niet op een verheven therapeutenstoel, is hoe nieuw dit is. Als je kijkt naar hoe oud is de mensheid ongeveer, dat weet ik dus nooit. Ja, 40.000 jaar of zo. De mensheid? Nou ja, wat is een mens, hè? Dus, volgens mij is de beschaving, die wordt wel gekoppeld aan het oude Griekenland. En dan heb je nog een aantal rijken daarvoor. Hè? De Egyptenaren, de Babyloniërs. En dan zit je dus, zeg maar, ik veel, 4.000 voor Christus of zo. Of 8.000 voor Christus. Maar dan heb je het over beschaving, niet de mensen. Maar goed, waar ik en de de mensen gaan natuurlijk veel verder. Ja, dat wij de afgelopen, als je Gen Z meetelt, heb je dus Gen X een klein beetje, maar laten we het even doen. Boomers, millennials en Gen Z zijn de eerste 3 generaties in die talloze generaties die hiervoor kwamen, die deze last op hun individuele schouders dragen. En dat, daar kan ik alleen maar verzachting uit halen, uit die notie. Van dat wat al die talloze generaties hiervoor op een andere manier deden, doen wij als de eerste 3 generaties anders dan alle voorgangers. Dus dat is zo nieuw, dat is bijna niet te beschrijven hoe nieuw individualisme als zodanig is. Ja,
Ik zie iets meer golfbewegingen, zigzag. Dus bijvoorbeeld de sterke religiositeit. Men denkt eigenlijk van de middeleeuwen was men heel religieus. En na de Tweede Wereldoorlog seculariseerde men. Mm-hmm. Terwijl je ziet bijvoorbeeld dat het begin van de 19e eeuw helemaal niet zoveel religie is. Aan het eind van de 19e eeuw, zeker in Nederland, heel veel. Dus mm-hmm. het gaat veel meer zigzag. Okay. En bovendien zie je al dus dat in de aristocratischere cohorten van de samenleving was. Er zijn veel meer rituelen van hoe je een vrouw aanspreekt, wat een gentleman is. En de verburgerlijking. Die in Nederland al wat ouder is, teruggaat tot de 16e eeuw, maar toch, zeker sinds tot de middeleeuwen, dat is ook altijd, dat is toch vormelozer vergeleken met aristocratie. Mm-hmm. En zeker op momenten van cultureel verval, eind van het Romeinse Rijk of einde van de Nederlandse Republiek, dan verdwijnen natuurlijk ook heel veel rituelen. Mm-hmm. En, dan verdwijnen de kranten en dan, als je daarover spreekt. Maar goed, dat is een ander ritueel dan een religieus ritueel, maar ook. Ja, dus ik zie daar iets mis in gezag. Maar oké. Deze verfijning, deze verfijnde blik op de geschiedenis mis ik zelf. Dus ik ken het heel. Maar die empathie, dat vind ik dan ook weer mooi in jou. Dat jij zegt van we moeten dus met meer zelfzorg dan naar kijken. Het is een grotere uitdaging dan zelfzorg en ook zorg naar anderen. Dus wees daarin zacht naar jezelf en naar anderen toe. Dit is nogal wat. Het is nogal wat. Ja, ja. Hè, die... Zijn er rituelen die jij zelf ontwikkeld hebt voor jezelf? Of die je geaffirmeerd hebt? Of is jouw werk misschien gewoon jouw... Mijn werk, leven is heel gestructureerd. Dat zeker. Oh ja. Maar of ik echt... Nee, ik kan me niet... Rituelen hebben nagenoeg geen plek in mijn leven. Ik heb een tijd lang, toen ik nog in Nederland woonde... Ik woon niet meer al 3 jaar in Litouwen. Ja, heb je het niet over gehad, nee. Toen trainde ik jiu-jitsu, Braziliaans jiu-jitsu. Oh ja. Dat heb ik toen 5 jaar gedaan of zo. En als je daarin een soort promotie krijgt... Een streepje erbij op mijn witte band of uiteindelijk mijn blauwe band voordat ik emigreerde. Dat heeft iets ritualistisch. Daar maakt de leraar maakte echt een moment van. Maar... Ja, dat is een rietenpassage, ja. Een soort van, ja. Dat is dan wel heel anders dan een ritueel. Want je zou kunnen zeggen als ik jou... Maar meer kan ik niet bedenken. Nee, maar als ik jou zie op sociale media zie posten dat je hout gehakt hebt. Oh ja, ja dat is wel waar. Ik kan me voorstellen dat je dat behoort bij een bepaald seizoen. Dit is zeker waar. En dan trek je het plastic van je schuur. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dagenlang daarmee bezig bent. Ja. Zoals mijn opa en oma vroeger zeg maar, de oogst op het land binnenhaalden. Dan kan alle vrienden moesten helpen de hooibalen op de wagen te leggen. Het heeft natuurlijk ook dat keert steeds terug. Zeker. Het is op een bepaalde manier stompzinnig. Want houthakken is, bedoel, na 1 boomstam is het toch wel mooi geweest, lijkt me. Dus er zit iets heel repetitiefs in. Ja. Het is ook niet dat het veel van je vraagt. Want je zou het wel kunnen inmiddels. Dus. Inmiddels kan. Dit is grappig dat je dit zegt. Hè? Dus ik woon in de natuur. We wonen heel afgelegen. Beetje in Litouwen, maar tegen de Wit-Russische kant aan. Woon je met je geliefde samen? Ja. Ja, we wonen daar in een houten huis. En elke winter op houtvuur inderdaad. Wauw. Ja, de reden dat ik hierover begin is omdat... En je had het over seizoenen. En seizoenen hebben natuurlijk ook... Heel veel rituelen zijn seizoensgebonden. En sinds ik niet meer in de stad woon, maar daar in de natuur. Ik bedoel het niet zweverig of zo, maar ik leef heel dicht in het seizoen. En een heel mooi voorbeeld hiervan is, dus vorige winter was... Nee, niet vorige, maar die daarvoor was echt uitzonderlijk streng. Zwaarste sneeuwval in 7 jaar, zeiden de locals. Gewoon echt, echt strenge vorst. En dat ondergingen we. En dat was afzien soms. Het was hard werken soms. We hadden ook helemaal geen houtvoorraad. Dus we zijn soms toen echt in de sneeuw het bos ingegaan met kettingzagen. Ja. Dat ging dan 2 dagen later. Nog half nat ging dat de kachel in. Het was niet hoe het hoort. Goed, dat was de eerste keer. Ja. Die winter was uitzonderlijk streng. En ik weet nog heel goed dat het toen... Wat zal het zijn geweest? De winter... Het was het einde van de winter. En voor de allereerste keer stapte ik naar buiten... En er was een milligraad verandering in de temperatuur. Het was bijna niet waarneembaar. Ik voelde dat op mijn huid. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Zo'n subtiele... Iets wat dat gaat heel gradueel natuurlijk. Maar wacht even, je bedoelt dat je van buiten naar binnen liept? Ja. Dat je voelde dat het temperatuurverschil was? Nou, niet zozeer van buiten naar binnen. Daar gaat het niet om. Maar ik voelde dat de temperatuur buiten... Ja. Nu een milligraad hoger was dan die de maanden daarvoor was geweest. Oh. En die gevoeligheid, ik voelde het op mijn hand, ik weet het nog heel goed. Dat was heel bijzonder, omdat ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb mijn hele leven in steden gewoond. Ik heb dat nog nooit gevoeld, die subtiliteit. Maar...
Terwijl het er wel is natuurlijk. Hè? Ja, het is er wel. Ja. Maar ik heb dat niet eerder gevoeld. Dus ik weet niet eenmaal hoe ik hier opkwam. Maar nou, de seizoenen zijn... Volgens mij noem je een paar dingen. Dus ten eerste dat als je meer leeft met de natuur, dat je de natuur ook meer gaat voelen. Ja. Dus dat is ook al, dat merk ik zelf ook al met dingen als yoga of zo. Dan je lichaam is natuurlijk een instrument van je hoofd eigenlijk als je gewoon in een grote stad woont. Mm-hmm. En het is een probleem als het niet werkt. En verder veronderstel je het. En als je yoga gaat doen, dan komen de energieën los en dan voel je en dan kun je dingen voelen ook in je benen die je daarvoor niet kon voelen. Ja, zo simpel is het gewoon. Dus je bent eigenlijk afgestompt als stedeling. Nou, zo, ten opzichte van je eigen lichamelijkheid. Ja, ik denk dat dat echt zo is. En ik denk dat dat ook in relatie tot de natuur natuurlijk ja, zo is. Maar rituelen, die kunnen je daar gevoelig voor maken, denk ik wel. Misschien is dat de link. Ja, hè? Nou, dus een ritueel. Door elke week naar de kerk te gaan of zo, of door elke week te mediteren, kun je dus een soort van ontvankelijkheid Ontvankelijkheid. Ja, creëren in jezelf, die disciplineren. En dat heeft toch ook te maken met herhalen. En, en daarbinnen kan er dan iets gebeuren. Maar ja, het is... Maar het kan ook heel plat, hè. Bijvoorbeeld afval scheiden zou je ook als een ritueel kunnen zien. Het herhaalt zich. Het heeft misschien met een groter ideaal te maken. Mm-hmm. Voor veel mensen niet. Maar je kunt zorgvuldig omgaan met de aarde. Dus heb jij rituelen in je leven? Nou, wat ik zei. Dus, sporten, dat kun je zo uitleggen. Ja. Kinderen eten geven, ochtendrituelen. Nou, rite passage bijvoorbeeld, als studenten bij ons afstuderen filosofie, dan proberen we dat wel met een verdediging te doen, die ook wat meer is dan cachet. Dus cachet voor de studie. Dus er worden ouders uitgenodigd en dan krijgt de student ook serieus wijsgerig gesprek. En dat is dan, wordt echt, dat schenken we dan ook. Dus we presenteren het als van ja, het is niet zomaar vuur aan de schenen leggen. Het is echt van nou, we nemen echt iemand serieus. Mm-hmm. In een inhoudelijke gedachtenwisseling over iemands werk dat we bestudeerd hebben. Dus, ja. En dat is dan toch, ja. Maar dat is een ritueel, toch? Ja, dat is een ritueel. En daarna ben je dan dat is inderdaad een ritepassage. Misschien kun je dat onderscheid nog maken. Hè? Dat ga je natuurlijk maar één keer door. Ja, sommige mensen studeren in twee gebieden af. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Je hebt ook wel bijvoorbeeld de eed voor bankiers. Daar hoef je een stuk minder voor te doen. Mm-hmm. Toch, eigenlijk? Ja, je hoeft alleen maar de compliance regels te lezen. Als je dat al doet, in je handtekening te zetten. Ja. Maar ook dat noemen we dan een ritepassage. Dus waar je eigenlijk naar verwijst. Je maakt onderscheid tussen ritepassage en herhalende rituelen. Ja. Heb jij je zei al. Ja, nou ja, ik probeer wel. Op vakantie heb ik wel geprobeerd elke dag een kronkel te schrijven. Indachtig het oeuvre van Carmichelt. Die heel mooi gevat schreef over kleinere dingen in het leven. Mm-hmm. Met een grotere waardigheid schrijven over de kleinere dingen. Mm. Hoe je kinderen over de camping rennen of zo. Of hoe ze iets aan je vertellen. Mm-hmm. Dat is wel een ritueel wat ik nu een beetje heb probeer vast te houden. Mm. Omdat het je dwingt om gedachten op papier te zetten over iemand waar je van houdt. Voor een kleinere groep. En daarmee probeer je ook iets de aandacht aan zoiets te geven. En dat is bekrachtigen of zo. Hè? En het is natuurlijk ook repetitief. Dus dan denk je, ik schrijf even een stukje. Dat is best wel leuk. Ja. Maar het is ook repetitief in de zin van, ik had ook al in bed willen liggen. Hmm. Ja, dus dit is een nieuw ritueel. Een therapeutische context. Een soort dagboek. Het sleutelwoord hierin is aandacht. Ja. Dat is ook een heel mooi woord. Ja. 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 Maar tot slot, hoe lukt het jou om jouw aandacht in die wereld van maatschappijtrends en zo? Hoe ga je daar om met je? Want jij leeft dus in die sociale media, maar dat is ook heel erg verstorend. Dus is het soms zo dat je denkt van nou, dit wordt mijn stukje om 11 uur en om 12 uur heb je het klaar en dan laptop dicht? Want het probleem is dat die infocratie, om met Byung-Chul Han te spreken, helemaal op beslag legt op jouw aandacht. Waardoor je dus ook voortdurend denkt, nog even kijken en zo. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Nou, bijvoorbeeld, ik heb Twitter niet op mijn telefoon. Ah, nee. Twitter is mijn belangrijkste nieuwsbron. Eigenlijk alles gebeurt qua werk op Twitter. Ja. Dat is uit zelfbescherming, 100%. Want daar zou ik met moeite vandaan blijven. Maar tijdens de dag... Ja, het is zo'n integraal. Dus voor mij is het, kijk, wat voor iedereen een soort guilty pleasure is. Beetje grondneus op Twitter. Ja, ja, ja. Is voor mij is mijn werk. Ja. Ik moet dat doen. Je bent een lurker van beroep. Ja. Dus ik vind dat, mijn zegen is dat ik daarvoor betaald word. Dat van me gevraagd wordt. Dus in die zin, het leidt me niet af. Voor heel veel mensen is het een afleiding, omdat het hun werk niet is. Ja.
Nee, maar je hebt natuurlijk input en output in werk. Hè? Dus je kan op een gegeven moment ook zeggen van, ik overzie het en ik kan het veredelen tot een stukje. Uh-huh. Ik kan er een duiding aan geven, ik kan het ophelderen en daarmee is het klaar. Ik denk graag van mezelf dat ik dat kan. Ja, heel goed. En of het zo is, dat is aan de lezer. Dat zijn mooie laatste woorden, man. Ja. Wat leuk dat je uit Litouwen hier in Leiden kwam vertellen. Ja, hartstikke bedankt. Ik vind het, we hebben dus eigenlijk het neurotische en het existentiële wel verkend. Ja. Dus daarmee echt een inkijk in jouw praktijk. Mm-hmm. En het spirituele hebben we nog laten liggen voor een andere keer. Ja, dat is te veel context switching. Het is wel mijn favoriete domein. Ik ben al een tijdje bezig aan een boek ook daarover. Mm. Ik ga in november 40 dagen op schrijfretraite in een dorpje in Frankrijk. Ga ik helemaal offline. Oh. Alleen maar volledig daarop concentreren. Ik zit nu op 22.000 woorden en ik hoop het te kunnen verdubbelen. Misschien lukt dat. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Zo'n enkelvoudige concentratie. Ja. Wij hopen ook dat je het gaat doen. Ja, misschien dat we het daar een volgende keer over kunnen hebben. Dat is de menselijke ervaring bezien op het allerhoogste abstractieniveau. En ik vind het persoonlijk ook het mooiste. Maar het vergt wel wat. Je moet er even in marineren voordat je daar wat voeling mee krijgt. Nou, wat een mooie woordkeuze weer. Ik hoop dat je dit een leuk gesprek vond. Abonneer je dan ook onze gasten. Onze kijkers bedoel ik, sorry. Abonneer je dan op ons kanaal en laat me weten wat jij nog volgende keer aan Timon zou willen vragen. En check ook de gesprekken van mijn goede vriend Rogier van Bemmel. Die is namelijk ook therapeut. Dat laat hij niet altijd doorschemeren, maar die heeft zijn eigen spirituele manier van werken. Dat weten jullie ook allemaal wel. Ik zal er wat links onder deze video's plaatsen. Dan kun je nog meer op deze thematiek doorforsen. Nou, Timon, dank dat je hier was. En leuk. Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja. Heel gaaf. Goed, man. Dankjewel.